Tot nog toe mochten dierenambulances geen auditieve of optische voorrangsignalen voeren. En dat is nou juist zo nodig, zegt ook manager van Dierenambulance Groningen, André Nijdam. Wij hebben net als mensenambulances ook spoedgevallen, dus dat zou echt wel verschil kunnen maken. De nieuwe dierenambulances mogen dus geen reguliere sirenes gebruiken zoals we die allemaal gewend zijn. Maar daar heeft Nijdam iets op gevonden. Ja, op zich mag dat niet. Daar heb je speciaal getrainde chauffeurs voor. Maar in de wet staat niet dat wij niet dierengeluiden zouden mogen gebruiken. Dus per 1 april gaan wij ook dierengeluiden gebruiken als we je willen passeren in het verkeer. Dierenambulance Groningen heeft al maanden dieren vastgelegd die de nieuwe sirene zouden kunnen worden. Ja, dat is hem. De nieuwe sirenes worden in Groningen als proef ingezet om te kijken of het het gewenste effect heeft op medeweggebruikers. En wat kunnen mensen daarvan merken? Nou, dat je ineens een hele harde kat achter je hoort en dat je dan opzij moet. En waarom is dit nog niet eerder ingevoerd? Ja, dat is geen idee. Hebben we net bedacht. Maar ze in de wet, denk ik.